Igor, we blikken terug op jouw halve finale hier in Ahoy. Je eerste halve finale. Heel mooi. Marin Cilic speelde je tegen. Gemiddelde toeschouwer om mij heen hoorde ik heel veel hoop hebben de hele tijd. En dacht aan het eind, jammer, hij redt het niet. Was je heel dichtbij voor je eigen gevoel ook? Dat vind ik moeilijk. Ik denk niet dat ik heel dichtbij was. Ik won de eerste set en dat was goed. En daarin heb ik laten zien dat ik mee kon. Alleen op een gegeven moment kwam er wel een verschil in het feit dat hij makkelijker door zijn service games heen ging dan ik. Ja, zelf dacht ik van tevoren, Igor gaat aanvallend tennissen, service volley. Gebeurde niet echt. Was dat vanwege een laag servicepercentage of iets anders? Ook vind ik service volley moeilijk tegen Marin, omdat hij goede returns heeft. Dus ik probeerde agressief te spelen vanaf de baseline. En dat ging redelijk. Ook had ik het gevoel dat ik in de counter ook aardige punten scoorde. Alleen op een gegeven moment moest ik te veel meters maken om die punten binnen te halen. Zelf vond ik een heel mooi pluspunt dat je in heel veel rallies gewoon prima mee kon. Zelfs ook de betere was in veel fases van de wedstrijd. Hoe heb je dat zelf beleefd? Ja, absoluut. Daar was ik heel blij mee. Ik had het gevoel dat ik heel veel mee kon inderdaad en soms er overheen ging. Op allebei de kanten, voorhand als backhand. En dat is goed om te zien tegen zo'n jongen. Gaan we terugblikken op jouw toernooi hier in Rotterdam. Heel mooi toernooi. Iedereen heeft ervan genoten. In hoeverre ben jij er bewust van dat dit heel mooi was voor het toernooi, voor tennis in Nederland? Daar ben ik me van bewust. Ik hoop dat we met de groep Nederlandse jongens die er is, dit soort resultaten vaak neer kunnen zetten. En dat het nu in Nederland was, daar ben ik heel blij mee. Ja. Wat is voor jou het hoogtepunt geweest deze week? Het bereik van de halve finale was mooi. Ik bedoel, dat was het beste resultaat in een ATP 500. Überhaupt dat ik ooit gemaakt heb. Dus dat geeft een hoop gretigheid voor de volgende toernooi. Succes. Dankjewel.